Thema-gecentreerde interactie, TGI. TGI is een concept voor het werken met groepen en teams, met name voor begeleiding en coaching van cliënten, maar ook voor het leiden van organisaties en hun werknemers. Het doel van TGI is het faciliteren van de interactie tussen taken en personen om zo de ontwikkeling van feitelijke, sociale en zelfcompetentie te stimuleren. Het is geschikt voor alle gebieden waarin mensen succesvol samen moeten werken in allerlei soorten teams en groepen. TGI is vooral nuttig bij mensen die er gebruik van willen maken om hun persoonlijke leven te herstructureren. Daarom is TGI een van de meest veelgebruikte methoden in de humanistische psychologie en het onderwijs. Wat is het voordeel van TGI voor een coach? De trainer kan groepsprocessen observeren en daarop reflecteren vanuit metaniveau perspectief. Het concept is ontwikkeld om zorg te dragen voor de individualiteit. Met dit concept kun je zorgen voor betere prestaties en meer doeltreffendheid. En het concept geeft de coach de structuur om te reflecteren op groepsconflicten binnen de groep en de achtergronden daarvan. Elke groep wordt gedefinieerd door vier factoren. Ik, het individu, bij interactie binnen de groep, het, de taak en de wereld, de context. De driehoek zelf wordt in een cirkel geplaatst die de wereld symboliseert. De organisatorische, fysieke, structurele, sociale, politieke en ecologische omgeving, in enge en bredere zin die het teamwerk van de groep conditioneert en beïnvloedt en die op zijn beurt weer wordt beïnvloed door het werk van de groep. De wereld kan storingen veroorzaken en de dynamische balans verstoren, waardoor het gewicht naar een hoek van de driehoek verschuift. Daarom moet men zich altijd bewust zijn van de wereld en de beperkingen die eruit voortvloeien en daar rekening mee houden. Waardering en ondersteuning van het evenwicht tussen de I, we, it factoren in de context vormt de basis van het werk van de TGI-groep. De taak van de coach of leider is aandacht besteden aan de dynamische balans tussen de vier factoren. De term dynamisch betekent dat balans niet statisch is zoals een weegschaal, maar dat die, zoals bij een fiets, een deel van het proces vormt. Het thema formuleert de gemeenschappelijke taak en het doel van de werkgroep. Het zou deelnemers op een holistisch niveau moeten aanspreken en herkennen waar ze zitten in hun ontwikkeling, om dan de volgende stap te nemen. Wanneer we dit omzetten naar onze coachingsaanpak, betekent dit dat het thema van elke coachingsperiode verbonden is met het persoonlijke hoofddoel en het algemene thema van de werkgroep. Het thema geeft coaching een productieve focus, maar dit moet in balans gebracht worden met de andere behoeften. Het wij van de groep ontwikkelt zich door te focussen op een thema, daarom wordt TGI thema-gecentreerd genoemd. Ten slotte wordt ook het thema waaraan de groep werkt beïnvloed door alle vier de factoren, niet alleen door het. Dit punt is specifiek voor TGI. De leider beschouwt zichzelf als onderdeel van het systeem. Deze is dus zowel deelnemer als leider. Als deelnemer fungeert hij als model met betrekking tot de stelling en hij voegt selectief en op authentieke wijze zijn gedachten en gevoelens toe. Als leider voelt hij aan, formuleert hij en presenteert hij thema's die het proces van de groep zullen ondersteunen. Hij oppert mogelijke structuren en zorgt dat die gehandhaafd blijven. Hij let op de balans tussen het ik, wij, het thema en de wereld. De stellingen komen voort uit het verzoek om de realiteit en niet het dogma te erkennen als autoriteit.
Wees je bewust van je eigen interne en externe situatie en neem beslissingen op een verantwoordelijke manier door rekening te houden met de andere persoon en met jezelf. Kortom, wees je eigen voorzitter. Storingen en gepassioneerde betrokkenheid krijgen voorrang. Zie die als een kans en als teken van iets wat verwaarloosd of onderdrukt is. Wees verantwoordelijk voor wat je wel en niet doet, in je persoonlijk leven en in de maatschappij. De stellingen komen ook voort uit waarden en een visie op de mensheid die geformuleerd zijn in de volgende axioma's. Het individu is een psychobiologische eenheid. Hij maakt ook deel uit van het universum en is om die redenen autonoom en onderling afhankelijk. Hoe meer iemand zich bewust is van zijn afhankelijkheid ten opzichte van iedereen en alles, hoe groter zijn autonomie. Alle levende entiteiten en hun ontwikkeling en achteruitgang verdienen het om gerespecteerd te worden. Respect voor alles wat groeit ligt aan de basis voor het afwegen van beslissingen. Het humane is waardevol, het inhumane is een bedreiging voor het waardevolle. Vrije beslissingen nemen gebeurt binnen tijdelijke interne en externe grenzen. Het is mogelijk om deze grenzen uit te breiden. Ondersteunende regels zijn instructies om de stellingen te bewerkstelligen die gebaseerd zijn op de axioma's. Vertegenwoordig jezelf wanneer je spreekt. Spreek in de ik-vorm en gebruik niet de wij- of men-vorm. Wanneer je een vraag stelt, vertel dan waarom je dat vraagt en wat de vraag voor jou betekent. Spreek voor jezelf en vermijd vraaggesprekken. Wees authentiek en selectief in je communicatie. Onthoud je van het interpreteren van anderen. Je moet juist je eigen reactie uitspreken. Wees terughoudend met generaliseren. Kijk naar je lichaamstaal en die van anderen. Je eigen lichaamstaal onthult je gevoelens en de betekenis daarvan voor anderen. De lichaamstaal van anderen onthult hun gevoelens en de betekenis daarvan voor jou. Wanneer je iets zegt over een iemand anders, vertel dan ook wat dat voor jou betekent. Privégesprekken hebben prioriteit. Ze zijn vervelend en meestal belangrijk. Ze zouden niet bestaan als ze niet belangrijk waren. Ook al zijn zulke gesprekken storend, vaak zijn ze belangrijk voor de diepere communicatieniveaus. Ze kunnen nieuwe stimuli geven, dubbelzinnigheden en misverstanden aan het licht brengen of een verstoorde interactie blootleggen. En tot slot, er zou maar één persoon tegelijk aan het woord mogen zijn. We willen deze presentatie afsluiten met een vaak gebruikte quote van Ruth Cohn over dit onderwerp. Ondersteunende regels zijn nuttig wanneer ze helpen en niet als wet bedoeld zijn. Bedankt voor het kijken.